En wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets maken met een heel apart frame. Ik zal hem er even bij pakken. Ik heb ook mooie vruchtenslingers. De eerste weer, heel erg mooi. Dat is dit frame. Hij staat een beetje op pootjes. Stevig frame, mooi, echt mooie kwaliteit. En daar gaan we een mooi bloemstuk op maken. Dus heb je zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met dit geweldig mooie frame. Ik vind het heel leuk dat hij zoiets op een pootje staat. Hij is heel mooi zwaar, dus kwaliteit is gewoon echt super mooi. In de rondjes doen we een kleiner stukje steekschuim. En voor de rest heb ik hele mooie andere materialen. Dus ik haal je even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Het is een heel mooi industrieel frame. En hij is natuurlijk ook erg leuk om weer kaarsjes in te doen of een vaccine. Dat kan je altijd doen, maar wij gaan er een mooi bloemstuk op maken. Ik maak het steekschuim even passend. Als je dat hebt gedaan, leggen we eerst een hele mooie slinger. Het gaat al een beetje richting de herfst. Krijg je mooie materialen zoals deze. Maar ik vind hem ook mooi in zomerse bloemstukken bijvoorbeeld. En we gaan er vandaag nog wel een tintje zomer aan geven. En deze leg ik eigenlijk een beetje op het frame. En je kan hem vastzetten, maar je kan hem ook gewoon los overheen leggen. Dit vind ik echt al geweldig. En vooral passend bij dit mooie frame. Dat je hem dan heel mooi luchtig houdt. Je blijft het frame zien. Maar je krijgt wel mooie diepte. Ik zet op een paar plekken hem even een beetje vast. Dat doe ik gewoon met een krammetje. We hebben natuurlijk niet heel veel ruimte in het steekschuim. Dus daar moeten we rekening mee houden. Dan gaan we verder met de bloemen. Ik laat de bloemen meelopen dan ook weer met het frame. Aan de zijkant stik ik de zuidenwindlelies erin. En die laat ik dus meelopen. Zet ik voor de rest niet echt vast ofzo. Dan heb ik een mooi disteltje. Het zijn mooie sterke materialen. En je kan de bloemen eigenlijk verdelen zoals je zelf wil. Ik maak er elke keer twee een beetje hetzelfde. Een mooie roze in het midden. En dan heb ik mooi gipskruid en dat doe ik mooi een beetje om de roos. En dat doe ik ook met eucalyptus. Maak de onderkant even goed schoon. En daar vul ik hem dan verder mee op, zodat de roos wel voldoende water heeft uit het steekschuim. Steekschuim is wat fijner, dus hou er goed rekening mee dat het niet uitdroogt. Dat je hem af en toe eventjes weer een beetje water bijgeeft. Het zit mooi in een houdertje, dus je kan gewoon een beetje water bijgieten. Deze kant doe ik even geraadje. Steek eventjes een keertje voor. Haal je hem er opnieuw uit. Kan je ook even met een andere steel doen en snij je hem opnieuw aan en dan doe je hem er opnieuw in. Zo neemt hij goed water op en gaat hij niet slap hangen.
de rest van het steekschuim vul ik op met een beetje mos, zodat de bloemen voldoende water kunnen halen uit het steekschuim. Omdat je maar kleine stukjes hebt, kan je hem niet maximaal volsteken met bloemen. Maar zoals je ziet heeft hij wel een heel royaal effect op deze manier. Ik zet het gewoon even vast met een klein krammetje. Hier wil ik een klein stukje korter hebben. Dan vind ik het zelf wel leuk om nog een beetje zomer eraan toe te voegen. En dat doe ik door middel van leuke zeesterretjes en wat verschillende schelpjes. En die lijm ik eventjes vast met een warme lijmtang. Kijk hoe mooi luxe dit dan is. Ja, en dan hebben we gewoon een geweldig, heel erg luxe bloemstuk. Ik vind hem heel mooi, heel royaal. Ja, het frame is gewoon zo ontzettend leuk om elke keer weer te gebruiken. Ook met de herfst en de kerst. We hebben nu nog een beetje een zomerse tint aangegeven. Maar ook met herfst is dit echt fantastisch. Wil je dit nou graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, jullie zien mij de volgende keer weer. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Dan mis je helemaal niks van alles wat er online komt. En tot de volgende keer. Doei!